Was je maatje. Ja. Ben jij voorzitter? Ik ben de voorzitter. Van de gilde. De deken, hij is op. Maar ik doe eigenlijk alles. Want dat is vaak bij die vereniging. Hè? Dat is meer stal, hè? Want niemand wil dat doen, hè? Wij zijn daar van het oudste gilde van Nederland, hè? Juist. Oh. Het oudste gilde van Nederland. Hij komt zo'n 1670, hè? En dan officieus 1633. En officieel 1670 zijn we opgericht. Oudste gilde. Er is nou nieuwe aanbod bij, maar we zitten toch met niet zo heel veel leden op het ogen. Iets van een 7, 8 leden hebben we nou, denk ik. Ja? Mensen die actief zijn. Hoeveel? Ja, ik denk 8. Actief. 9. 9 die bij je houden. Ja, maar er zijn nou weer nieuwe bij, dus ja. Jonge generatie. En er komt binnenkort weer een jonge vrouw bij. Ja. Ja, daar ben ik dus mentor van. En die komt er nou binnenkort ook bij. Dus de aanwas is er wel. Maar het is, ja, we zitten met verschillende problemen. In die zin van de drachtplanten, maar dat is natuurlijk een landelijk probleem. Ja. Ja, niet alleen dat, maar ook de Varroa. En de Varroa. Ja, goed, daar kan niemand iets aan doen. Nee, dat begrijp ik. Maar de drachtplanten, dat je dus heel veel aanbod hebt van drachtplanten. Ja. In de stad is het wel redelijk goed. Lindenolie, hè? Ja, lindenolie. Lindenboom. Dat is tegenwoordig een nieuwe spelling. Is dat linden? Ja, tegenwoordig. Linden. Ja, dat klopt. Ja. Gaat best snel, hè? Ja, dat gaat snel. Ja. Dan spettert dat allemaal tegen die kant. Nou, ja. En dan loopt het naar beneden en dan komt het dus daaruit. Ja. Ik heb het van de week nog gedaan. Ja? 40 kilo. Zo. Hey, hallo. 40 kilo. En een beetje laten zien hoe het een beetje werkt in het Oosterhout. Ik zei net hier al van, we zijn het oudste gilde van Nederland. Hier nou begint te slingeren. Hè? En dan komt er één bij, die komt misschien een kilometer hier vandaan. Hè? Binnen no time, hè? Die gaat terug. En die gaat dan zeggen van, daar is wat te halen. Dat is niet. Ik heb eens een keer iets meegemaakt. Had ik mijn honing, want ik zei net, ik heb nog 40 kilo honing van de week geslingerd. Ja. Maar ik heb eens een keer meegemaakt. Ik zette het boven op een apart kamertje. Had ik het raam opengeplant. Oh. Ik kwam s'avonds thuis. Heel helemaal vol met bijen. En honing? Nou, ze waren druk bezig. En dan weg te krijgen. Het was nog in het begin van mijn carrière, wat dat betreft, met Erik Krul. Ja. En dan zou ik ook op een gegeven moment gaan slingeren. Ja. Dus ik had op een gegeven moment rapen. En ik dacht, nou, die kan ik zo maar even buiten zetten. Oh, het was zomer, hè? Oh, ja. En verdomd, ik zit te eten aan tafel. En hij zei, nou, een wolk met bijen. En ik kom bij die rapen. Maar helemaal leeg gepakt. Ja, dat gaat helemaal leeg gepakt, hè? Nou gaat het eigenlijk, omdat het hier al zit. Maar kijk, ik snap het al, dan zet jij hier erop. Oeh, dan moet ik het nou niet doen. En dan prik ik daardoor. En er zit hier een koperen hulsje in. En dan douw ik door dat hout. En dan gaan hier die draadjes door. Die span ik dan zo. Want anders snijdt die draad in dat hout. Oh, ja. Dus ja. Nou kun je hem op spanning zetten. Ja. Vanwege de koperen hulsje. Vanwege de koperen hulsje. Ja. En dan op een gegeven moment als dan de was, kunstdraad hier op ligt. Dan kun je dan met een transformator of zo hier. Dan verwarm je dat even. En dan smelt even die was. En dan zit die vast op die draad. En die bijen, die bouwen dat uit. Oh, zo ja. Oh, God. Ja, dit is darren. Dit is darrenraad. Dit is groter. Kun je mooi zien. Maar dit hier. Kun je het verschil zien? Dit is van de werksters en dit is een groter formaat. Dus van de darren, van de mannetjes. Ja. Nou, dat maken de werksters, maar het is van de mannetjes. Ja, de darren die doen alleen maar voortplanten. Voor de wedders. Allemaal liefhebbers. Dat zijn allemaal liefhebbers. Ja. Darren zijn mooi. En die worden ook verzorgd en gepoetst en gedaan allemaal, die darren. Ja. En dan, maar als ze dan hun werk gedaan hebben, boven in de lucht vallen ze dood naar beneden. Dood, ja, het is zo erg, hè? En dan in augustus, dan heb je de darrenslacht, zoals het heet. Ja, precies. Ja. Ja, als ze hun werk gedaan hebben, dan is het niet meer nodig. Pas op. Ja, dat is heel blij, maar goed. Er zit ook kippenvel in. Maar wel vernuftig gemaakt natuurlijk. Hè? Want het lijkt me ook verschrikkelijk onhygiënisch aan. Dus kijk, de hout hier allemaal. Verschrikkelijk, man. Nee, dat ziet er niet uit. Nee, dit is maar hoe dat schoon te maken. Moet ik eens voorstellen. Dit is allemaal goedvrij staal. Ja, precies. Maar dit en dat gaas ook, jongen. Dit is toch.